Nick Holloway resume. Dit is onze plek. Jullie mogen gaan. Ja, dit is onze plek.
This is the jukebox, and he's hiding Sabina and Stan, my dirty dice. Die zou het wel komen.
chicks komt weer helemaal gezeik in de klas natuurlijk. Maar Sjaak en ik, we zijn even letterlijk op een plek gezet. Letterlijk en figuurlijk. Ja, vast. We gaan mijn muziekje op. Hier zijn als Mara, Eline en Sarah met de veer. Our lives
door jullie afgrijzelijke milkshake gedoe is daarop het einde aangekomen. Maar ik zal Willem niet wezen als ik over me heen liet lopen. Dus ik ging naar de gemeente. En wat zeggen ze me daar? Dat ik met bewijsmateriaal moet komen. Belachelijk werkelijk. Dan zult u toch hier vaak moeten komen, meneer Van Dijk. En of ik hier vaak kom. Jullie zijn nog lang niet van mij af. Nou, als dat maar goed komt. Wat een man. Dit is niet de jukebox, maar hier zijn Faye en Anna-Sophie met Mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? Wanneer je wilt, kou een kamer voor je vrij. Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wilt, kou een kamer voor je vrij. Als het einde komt en als ik
mijn verschut te zetten? Ja. Oh, ja. En hier komt Junior met zijn eigen dans.
Hier zijn Harry, Loet, Timo, Max en Sivan met Billionaire. Sivan in het leven. By all of the things I'm
Finn Joosten met Zetham Trip. Pantamysica, het nieuwe orkest van de JDW. Zij spelen de Dans van de Suikervee van Tchaikovsky en Pirates of the Caribbean met hun eigen bewerking. Thank you.
En dan is hier Tijmen met Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Thank you.
dan nu, Lucy en Livka met hun taekwondo. Of taekwondo. Dan zijn nu de broertjes Ruben en Ferdy met het regent zonnestralen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder Herman, want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras, leest in Tahé dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgerond en de man
verkeerde krant. Het staat er echt pagina 18 zwart om wit. Hield hij voorbij al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nu is hij niets, niet niemand nergens meer. Kan de schamer die maar wil. En maar ik dat al in staat en op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is dit het. En we zullen het wel zien. Oh, 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 even rustig ademhalen. Oh, 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 lijkt op het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zonnestralen. Oh, 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 even rustig ademhalen. Oh, 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 lijkt op het regent als altijd. Maar het regent, en het regent, zonnestralen. Dan is het nu tijd voor de Gouden Johan en de Gouden Johanna. Het is toch geen tijd voor de Gouden Johan, toch? Maar het is nu tijd voor meneer Kaleré en Maartje met Tjardas van Vittorio Monti. Thank you.
kunnen vinden. Zoals jullie weten is alles geld hard nodig. Dus vind je nummer leuk? Geef ruim. Je kunt gewoon de hele avond milkshop bij mij bestellen. En mijn favoriet is sinaasappel met een vleugje meloen. Dan wil ik nu het woord geven aan de presentator van vanavond. We zijn zo blij dat hij erbij kan zijn. Een super groot applaus voor meneer Pollestree! Duitsland, het is voor mij een ongelofelijke eer dat ik hier bij u mag zijn. Ja, in de milkshake bar, waar het ooit voor mij ook allemaal startte. En ja, het draait natuurlijk niet om mij, had ik wel leuk gevonden, maar het draait om alle ex van deze avond. De eerste die ik aan u mag voorstellen, dat zijn Lotte en Stijn met Chevrolet.
dan is het nu wel eindelijk tijd voor de Gouden Johan. En we hebben niet alleen de Gouden Johan, we hebben ook de Gouden Johanna voor de beste lerares. En de Gouden Johan is voor de beste leraar. Zelfverkleind. We gaan als eerst de Gouden Johan uitreiken voor de beste leraar van het jaar 2015-2016. En dat is heel toevallig, maar dat is geworden, hè? Mag ik tromgeroffel? Schitterende avond, hè? Wat een mooie act. Maar ja, het doet me toch wel een beetje pijn. Aan alle mooie dingen komt een eind. En zo ook aan deze schitterende avond. We hebben nog maar één act te gaan. Nog maar één? Ja. Beginnen we leuk te vinden. Maar jongens, de buurman die iets leuk vindt, moet allemaal niet gekker worden. Buurman. En dan is hier het bovenbouwkoor met de boze buurman, met Viva la Vida. Thank you.
ik moet ook mensen bedanken, mijn oude boom gestrooid. Ken ik niet zonder liefde natuurlijk. We bedanken ten eerste voor deze avond de artiesten. Alle artiesten, hartelijk applaus. Natuurlijk onze geweldige acteurs, met in het bijzonder meneer Barendrecht en meneer Van der Streeling. We bedanken ook alle technici en alle andere medewerkers van Kunstmin. We bedanken natuurlijk de Grim die mij eruit had laten zien als een of andere halve zol. We bedanken ook alle docenten, met in het bijzonder meneer Visser, mevrouw Meijer, meneer De Kaloe en meneer Bulsma. We bedanken vanavond ook de schoolleiding, want zonder hen stonden we hier niet eens in Kunstmin. We bedanken ook Mervin Akoka voor onze mooie jukebox. We bedanken de moeder van Julia, want we hebben haar stoelen gekaapt. We bedanken ook de ouders, alle ouders die gift hebben gegeven aan Musai, want we hadden anders geen budget. En dan ook nog een hartelijk applaus voor onze mentoren van Musai, mevrouw Malsgaard en mevrouw Koran. En dan geef ik nu de microfoon naar onze lieftallige bar. Ik wil er graag nog één ding aan toevoegen. Want niet alleen mijn milkshake bar is failliet, maar ook Musai. Dus, vond u deze avond leuk? Geef dan ruimte. Woo!